generaties auteurs. Een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Jan Siebelink en Elfie Tromp. Hey Jan. Nou, Elfie, ja, Elfie Tromp zit voor mij. Of we zitten samen hier. En ik ken jou van uitzendingen, radio-uitzendingen. We hebben over boeken gesproken. En ik herinner me nog heel goed dat we over jouw boek Underdog gesproken hebben. Waarin jij spreekt over Afghaanse windhonden. En ja, toen begon ik natuurlijk gelijk over mijn windhond, mijn Wippen, te praten. Mijn leven met Tikker, dat is een boek van mij. En we hebben heel gezellig gesproken. En nu zitten we tegenover elkaar. Gaan we, klopt. Gaan we dat gesprek voortzetten, denk ik. Ja, ja, dat klopt. We gaan vast over de hondenliefde praten. Ja, maar ja, eerst moet ik jou natuurlijk even introduceren. Want je hebt het nu over mijn tweede roman. Toen kwam er nog een dichtbundel en een theatershow. En nu zit ik hier met jou, wat ook een soort highlight in mijn carrière is, in de Kleine Comedie. Ja. Jan Siebelink, geridderd, gelauwerd schrijver. Een oeuvre van meer dan 30 romans, met daarin natuurlijk het bekendste, Knielen op een bed violen. Dat werd verfilmd, dat won prijzen en harten van iedereen die het las. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat jij sinds de jaren 70 eigenlijk met je verschijning en je literatuur het Nederlandse leesklimaat blijvend hebt gevormd. Nou, ja. Dat kun je niet wegdenken. En nou ja, er zijn altijd mensen die denken, wie is het? Wie is die man met die mooie rode schoenen? Als ik jouw werk dan moet samenvatten, dan zijn terugkerende thema's vader-zoonrelatie, geloofsworsteling en natuurlijk de bloemen. Ja. De bloemen en de natuur. Daar hebben we samen over gesproken ook, hè? Het bloemenboek. Het herbarium. Je hebt een ja, herbarium geschreven. Een bloemenboek met alle bloemen die in jouw oeuvre langskomen. En dat is eigenlijk allemaal in de kiem gelegd in jouw jeugd als zoon van een gelovige tuinder. Dat zeg je dat mooi allemaal. Heb ik het goed samengevat? Ja, maar dan voel ik me, nou schaam ik me helemaal. Want ja, jij zo hebt een heel mooi verhaal verteld over mij. En ik ben maar heel kort over jou geweest. Maar ik weet ook niet zoveel van jou. Ik heb alleen een goede herinnering aan die warme nacht daar in het omroepcentrum. Dus, ja. Maar zal ik een kaart pakken of zo? Ja, dat, ja, dit is toch een soort datingshow. Dus laten we maar beginnen. Moet ik even de bril afzetten. Schrijf je graag over de liefde? Elfie is de vraag. Niet per se, maar soms is het onvermijdelijk. Zeker de vreedheid van de liefde. Nu ben jij natuurlijk gelukkig getrouwd al jaren. Maar deze jonge generatie heeft er woelige baren meegemaakt. Dus daar heb ik ook een dichtbundel over geschreven. Victorie Verdriet. En een theatervoorstelling. Monster Love Town. Ik zie mezelf een beetje als een liefdesmonster, Jan. Het is zelden genoeg. Ja, dus. En ik vind de liefde ook heel vrijblijvend in deze tijd. Maar vind je het niet moeilijk om over de liefde te schrijven? Omdat het altijd zo gewoon clichématig wordt? Of, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik schrijf niet goed als ik heel gelukkig ben. Over de gelukkige dingen, ja, die kun je beter beleven dan erover te lezen en te schrijven, denk ik zo. Je behoort als schrijver toch over de pijn te schrijven, of niet? Voilà. Hè? Ja, dat denk ik ook. En je hoort je toch op de snijtafel te leggen en jezelf te peilen. En dan komen de dingen, mooie dingen los, denk ik. Hoe is dat voor jou? Heb jij wel eens een boek uit gelukkige liefde geschreven? Dat je dacht, nou, ik ga nu... Het is toch altijd ellende eigenlijk in boeken? Ja. Niks is zo saai als gelukkige mensen eigenlijk. Maar ik schrijf meer over genegenheid. Of een bepaald gevoel voor mensen. En, ja, maar wel altijd desondanks. Door alle ellende heen. Ja. Zullen we nog een kaartje pakken? Je gaat snel, ik pak er één. Ik stel een nieuwe vraag aan jou, ja? Ja. Ja. Nou, poëzie of proza? Je hebt nooit poëzie geschreven, toch? Nee, maar ik schrijf altijd proza. Ja. Maar ik denk dat er wel eens een regeltje bij mij zit die heel erg poëtisch is en in mijn boeken. En, ik ben een man van proza. En... Lees je poëzie? En ik lees wel poëzie, ja, zeker. Wat is een soort poëzie die jou raakt? Ja, maar ik ben een beetje opgevoed met de Franse literatuur. Dus ik was heel erg weg van La Fleur du Mal van Baudelaire. En dat... Hoe noem je het? Trans? La Fleur du Mal van Baudelaire. Ja, en wat zei je daarvoor? Trans? Wat voor poëzie? Franse poëzie. Franse poëzie. Oh ja, want je bent ook Frans leraar geweest natuurlijk. Ja.
Ik ben erg fan van Jacques Prévert. Oh ja. Ja. Hele romantische, mistroostige poëzie. Ik pak nog een kaart even. Ik moet er eventjes een beetje... Op gang komen? Ja. Ik zoek nog een leuk onderwerp zo. Ik snap het. Liever elke dag hetzelfde of iedere dag volstrekt nieuw en verrassend? Ja. Het ligt er natuurlijk aan waarover het gaat, hè? Is dit een vraag aan mij? Ja, hè? Of ja, dat weet ik ook niet zo goed. Liever elke dag hetzelfde. Ik denk dat mensen mij vaak wel zien als een spring in het veld en een wispelturig figuur. Maar uiteindelijk ben ik een soort waterbuffel die heel goed gaat op ritme en vaste eikpunten in de dag. Zeker als ik schrijf ook. Ja. Dan wil ik eigenlijk gewoon op vaste tijden eten, vaste tijden mijn koffie drinken, vaste tijden mijn hondje uitlaten. En niet zoveel poespas. Ik denk dat die jaren wel achter me zijn. Dat heb ik ook wel. Hoe is dat voor jou? Heb jij veel invloeden van buitenaf nodig om te schrijven? Nee, ik denk dat ik me toch heel graag opsluit in mijn kamertje. En bij mij komt het van binnenuit of van wat ik heb meegemaakt. Of ik kijk naar vroeger, hoe ik als jongen was en met mijn ouders omging. Daar put ik toch maar het liefste uit eigenlijk. En niet uit wat mij nu overkomt. Er moet altijd een distance of een afstand zijn tussen de dingen. En nu ik ouder word, merk ik ook wel heel sterk dat ik steeds, ja, ook in deze bijzondere tijden, dat ik wel heel erg kan verlangen naar mijn jeugd. En dat ik op die kwekerij rondliep en mijn vader een beetje kon helpen zo. En nu moet ik het zelf rooien in het leven natuurlijk. Hè? Dus met mijn vrouw en kinderen. En je eigen lusthof, toch? Wat je hebt aangelegd als jouw tuin. Ja. Pak jij nog even een kaart, of niet? Ik moet even nog een beetje... Ja, voor de mensen die dit als podcast luisteren, ik zit hem nu heel innig aan te kijken, waar die een beetje zenuwachtig van wordt. Jan, wie zou wat jou betreft de Nobelprijs mogen krijgen? Ja. Niet jezelf noemen, hè? Nee. Ik vind dat Cees Notenboom hem wel verdient. Ach, ja. Lieve Cees. Vind ik een bijzondere schrijver. En ik zat gisteren nog te lezen in zijn boek over Venetië, wat een paar jaar geleden verschenen is. Mm. Schitterend geschreven, prachtige stijl en heel... Die zou ik het wel gunnen, ja. En lief. Hè? Ja, ik denk dat die qua Lauwering niks tekort komt, hoor. Nee. Zeker jouw generatie heeft nog de Gouden Bergen en de Gouden Lezersaantallen ook meegemaakt. Ja. Ik moet wedijveren met computers, internet, games, TikTok. Dus, ja, dit zijn, dit is een veel magere lees- en schrijfklimaat. En weet je, eigenlijk vind ik de Nobelprijs totaal oninteressant. En mensen die daarvoor schrijven, die daar een carrière op bedrijven, vind ik... Nou ja, ik ben zelf wel ijdel in uiterlijk, maar ik denk niet dat je ijdel moet zijn in je schrijven. Ik vind dat zoiets truttigs. Hoezo? En de Nobelprijs, als je dan gaat kijken wie dat uitreikt, dat zijn 12 mensen aan een tafel. Ja, ik weet het niet ergens precies. In een Scandinavisch land, kom op zeg. Het leven en het lezerspubliek is zoveel groter. En de belevingswereld is zoveel groter dan 12 mensen die er zo genaamd voor door hebben geleerd. Ik vind dat totaal oninteressant eigenlijk. Het is veel leuker om aan je tafel te zitten en iets te bedenken en een zinnetje te schrijven en in je eigen wereld te kruipen. Vind je niet? En schrijven is voor mij, als ik begin, dan vermoed ik iets. Hè, wat ik misschien zou kunnen gaan schrijven. En het is toch een beetje dat je in een ravijn tuimelt en dan hoop je dat je toch wordt opgevangen. En wie zal dat gaan doen? En hoe zal het dan gaan met dat schrijven? En waar kom ik op uit? Dat is het wezen van ons werk, of niet? Heb jij wel eens gedroomd van grote prijzen? Nee. Niet liegen, hè? Nee. Je zit een beetje beschaamd te lachen nu. Ja, maar je bent al in eerste instantie... bij mij is het heel anders gegaan dat ik wilde eerst een
Ik kom uit de kleine middenstand, dus ik wilde eerst een beroep hebben, een baan hebben, dat ik mijn geld zou kunnen verdienen. En toen ik uiteindelijk leraar Frans was geworden aan een middelbare school. En ja, toen heb ik mijn eerste boek geschreven, toen was ik al 37 jaar. Mm. En ik ben blij dat ik ook het leven heb meegemaakt. Stapje, zonder die druk van het schrijven. En toen, toen was ik ook helemaal verwonderd dat boek beschreven wordt. En, maar ik heb als kind al wel gedroomd dat ik het zou worden. En ik weet nog dat ik in de klas op de kweekschool zat en dat de leraar een boek omhoog hield. Nou, zei ik heb gisteravond De man die zijn haar kort liet knippen gelezen van Johan Dijnen. En hij vertelde erover en toen hield hij het boek in de hoogte en zei, wie wil het hebben? En toen stak ik gelijk mijn vinger op van, toen kreeg ik dat boek van hem cadeau. En dus onze leraar Nederlands. En, en toen dacht ik, ja, maar dat is toch iets wonderbaarlijks om... Ik heb ooit in Parijs heb ik gelopen en ik wist dat Hermans in Parijs woonde. Ik ben naar zijn adres gegaan en ik heb onderaan, ik heb in de straat gestaan en ik hoorde hem typen. En later begreep ik dat hij bezig was met zijn boek Au Pair. Dus ik was de magie van het schrijven heeft mij ook bij andere schrijvers altijd wel. Dus veel meer de daad gespeeld. dan de roem de prijs, die erbij of dan de roem. Hoort. Ja, en je hebt natuurlijk allerlei prijzen gewonnen. Ik nog niet. Ik weet niet of dat ooit komt. Nog wel. Denk je? Zie je dat in mij? Ja. Ja, denk ik geloof ook wel dat schrijvers een soort zieners zijn. Dus daar geloof ik dan maar in. Maar hoe voelt dat? Hoe is dat om zo'n grote prijs te winnen? Om bijvoorbeeld een boekenweek geschenk te schrijven. Hoe voelt het om zo gelauwerd te zijn? Ja. Is dat fijn of is het eng? Ja, nee, het is helemaal niet eng. Het is heel plezierig. Alleen maar eraf vallen van dat voetstuk waar je eraf... Waar je ja, maar er valt niks af te vallen. Waarom? Je krijgt die prijs en je gaat... kun je dan nog schrijven na zo'n prijs en na zo'n boek? En natuurlijk kan ik schrijven, want daar gaat het toch om. Maar ik vind het nog steeds leuk dat ik in de trein, net toen ik hier aankwam, in de trein... Ik ben dankbaar dat u dat boek geschreven heeft, want het heeft mijn leven veranderd. Dus het boek kan iets met een mens doen natuurlijk. Ja, en dat is eigenlijk veel belangrijker dan zo'n prijs. Ja, hè? Ja, vind ik wel. Pak jij nog een kaart? Ja, niet? Is goed. Gaat het wel een beetje goed, Elvia, hè? Zo, ja. Ja. Ik geloof dat we, zoals we dat we zeggen... We praten wel, hè? Ja. We zijn lekker aan het viben, Jan. Ja. Ja, we zijn aan het viben. Het gaat lekker. Je hebt gelijk. Muziek of literatuur? Nou ja, dat is een no-brainer. Nee, maar literatuur is muziek natuurlijk ook. Het swingt als het goed, als het loopt, als het float, dan swingt het ook. Ja hoor. Nee, die hebben we snel. Zal ik er nog even inpakken nog? Ja. Ja. Hoe ziet jouw ideale dag eruit? Daar zit heel veel tederheid in. Hoe laat sta jij op? Sta je vroeg op om te schrijven? Echt? Gaan we deze vraag stellen? Laat, ja. Zijn de boekenclub vragen? Ik sta om 7:30 op. En dan ga ik mijn hond uitlaten. En dan ga ik mijn dieren verzorgen. Ik heb ook een oude kat. Die allerlei instructies heeft. Een pil en dieetvoer en whatever. En dan ga ik rond de uur of 8:30 doe ik mijn fitnessoefeningen. Ja. En dan om 9:00 zit ik braaf aan de tafel. Oh, ja. Van 9 tot 5 echt als een klein blij zwijntje te werken. Ja. Oh, en met een middagwandeling van een uur. Ja, ik ben zelf heel matineus, dus ik ben om 6:00 op. Waardoor voor 6:00 ben ik aan het werk. Maar om 10:00 ongeveer is mijn werkdag zit erop eigenlijk. Ja. En dan ga ik lang met de hond wandelen en dan denk ik nog van na. En ik heb laatst ook nog gemerkt, zit je wat te redeneren van hoe zal ik nog verder gaan met het boek. En dan kom ik vaak thuis en ben ik toch een beetje de draad van mijn redenering vergeten. Dus als ik nu in het bos wandel of op een zandpad en ik denk, oh ja, dan heb ik dat helemaal zo mooi zitten bedenken op een mooie zin. Maar die ben ik vast weer vergeten, ik heb geen papier bij me. Dan schrijf ik in het zand het woord
waarmee mijn redenering in mijn hoofd eindigde. En als ik het dan thuis vergeten ben, fiets ik terug naar het zandpad waar het woord staat. Nee, dit zeg je dat nu, dit doe je niet. Nee, dat doe ik wel. Hoe vaak heb jij teruggefietst? Dat komt regelmatig voor. Echt? Ja. Je bent zo romantisch. maar dan heb je er wel de pest in als iemand eroverheen heeft gelopen. Ja, goed, er zit een risico aan verbonden. Maar aan het schrijven zitten altijd risico's verbonden. De vluchtigheid ervan. Wat goed. Maar ja, zo heeft iedereen zijn eigen manier van doen, hè? Er werd mij gisteren een vraag gesteld en ik had daar geen antwoord op. En ik wil het eigenlijk ook wel aan jou stellen. Want we hebben allebei honden. Ik ben opgegroeid in de hondenfokkerij. Schreef daar het boek Underdog over. En iemand vroeg aan mij, hoe beïnvloedt jouw hond je schrijfproces? En ik had geen idee. Maar ik wil de vraag eigenlijk aan jou stellen. Denk jij dat schrijvers met honden betere schrijvers zijn? Ik denk van wel. Ik weet dat vermoeden inmiddels ook. Want dat hondje, dat loopt met mij mee, die is bij me. Ik zeg tegen Sarah, luister eens, ik ben hiermee bezig en ik wil het boek zo laten heten. Die titel zeg ik dan tegen haar. Mm-hmm. En dan kijkt ze met een bepaalde blik aan van dat ze er tevreden is. Of ze loopt gewoon onverschillig door. Dus dat vindt ze dan helemaal niks. Dus ik ben continu in gesprek met haar. Ik zij is echt wel jouw morele stem eigenlijk. Ja, en lange zinnen tegen haar. Dus er komt opeens een man te voorzien. Tegen wie praat u eigenlijk? Dus dat gaat dan tegen mijn hond. Ja, ik praat ook heel de dag door tegen mijn hond. Dat herken ik wel. Ja. Ik denk meer dat doordat je een hond hebt, word je ook meer hond. En dat heeft misschien een negatieve connotatie. Maar ik denk dat wij instinctiever reageren op elkaar en op een situatie. En daardoor ook door tekst. Ik denk dat we zijn gaan geloven dat we heel veel dit hoofd zijn. En rationaliteit en analyse. En dat schrijven ook heel serieus is. Maar schrijven doe je met je hele lichaam. En wat ik leer van mijn hond is, nou, die heeft niet de taal. Nee. Maar hij spreekt wel. Ja. Met zijn hele lichaam. Ja, absoluut. Met zijn staart, met zijn kop, met zijn ogen. En ze zeggen wel. Trouwens, wij houden allebei van windhonden. Ja. We zijn er mee begonnen. En daar heb ik ook een theorie over. Dus dat die elegantie en de snelheid zit ook in ons, volgens mij. Dat toch. En in onze in hoe we ons kleden, denk ik. Denk ik ook. Dat de windhond, voor wie het niet kent, is een ontzettend sierlijke hond. Gestroomlijnd, gefokst om te rennen. Zichtjagers ook, dus ook einzelgängers. Die geen trucjes te leren zijn eigenlijk. Want ze kiezen zelf al wat ze doen. En dat weten ze heel goed. Dat zijn schrijvers natuurlijk ook een beetje. En windhonden zijn eigenlijk ook weer de poezen. Want de poezen onder de honden. Oh. Ze likken zich, ze zijn heel mooi schoon. Ja, ze zijn heel proper. Nou ja, de Fransen zijn daar heel erg mee bezig. De Franse schrijvers hebben of een hond of een poes. Als ze een poes hebben, zijn ze links. Ze zijn van gauche. Hè. Hmm. En als ze van droit zijn, dan hebben ze een hond. Maar windhonden zitten daar helemaal tussenin. Dus ja, maar denk jij. Je had natuurlijk altijd dat de flamboyantie van de mooie pakken, mooie schoenen, goede bril. Maar ik denk ook dat het misschien wel onbewust is dat je kan niet naast een mooie hond in een joggingbroek gaan lopen, want dan sla je een modderfiguur. Ja, mensen in joggingbroeken vind ik het trouwens heel erg trouwens. Weet je dat? Maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Hè. Je hebt inmiddels hele mooie joggingbroeken. Soms, maar. Nee, ja, maar toch. Maar er is niet zo treurig als mensen op sportschoenen die stilstaan. Die zijn bedoeld om te rennen. Ja, zoiets. Je moet erin sporten. Ja, daar ben ik het wel met je eens. Nee, dus. Maar ik denk dat als je een mooie hond hebt, een mooi dier, dat je zelf ook wel gedwongen wordt. Wil je zelf mooi zijn of mooi kleden. En dan ben je ook mooi schrijven, mooie zinnen maken. En ik snap niet inderdaad. Mooie titels voor boeken bedenken. Esthetiek. Esthetiek moet. Voor mij is dat misschien wel een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Dat mijn esthetiek in alles doorvloeit. Ja. Dus in hoe ik me kleed, maar ook hoe ik schrijf. Hoe ik zing, hoe ik dans. Hoe ik de kopjes afwas. Dat moet sierlijk. Nou ja, dus. Ja, goed. Ik hou van de Franse decadentie. Hè. Daar heb je het estheticisme. Daar gaat het eigenlijk om. Dus, ik denk dat we elkaar daar wel in vinden. Ik denk ook niet dat jij in een huis woont met een lelijk hoekje. Met waar, weet je wel, een tochtgat zit. Ik denk dat jouw huis helemaal piekfijn onderhouden is en gevormd. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, zie je wel. ja, maar mijn kamer is wel heel onrustig, druk met allemaal. Ik heb geen.
Ik heb wel een bijzondere kamer trouwens. Dus alles wat ik in mijn leven meemaak zit in die kamer. In kleine dingetjes en kleine bibelo's en kleine frutseltjes. Maar dat zijn dan kleine talismannen of zo? Ja, ook wel. Nee, dat heb ik niet. Maar ik denk niet dat jij... Het lot heeft ons hier bij elkaar gebracht nou, hè? Oh, dan gaan we weer op de romantische tour. Ja, nee, het lot. Goed. Vertel, nee. Het lot. Ja, nee, goed, ja. Zullen we nog... Moeilijk, ja, het lot, ja. En wat wil je daar nog mee zeggen? Nee, nou ja, goed. Ja. Hoe het leven verloopt, tot met een zekere wonderbaarlijkheid. En er gebeuren dingen die je toch niet van tevoren kunt bedenken en zo. Of je ontmoet iemand. Wie weet, Jan, wat hieruit voortvloeit. Misschien wel hele grote literatuur. Zeker. Ik denk dat schrijvers ook een soort sponsjes zijn die alles opzuigen. En wat wij moeten doen is zitten en ons uitknijpen. Ja. Het gaat om het detail, hè. Dieu est dans le détail. God is in het precieze. Hè? Zeker. Zullen we nog een kaart pakken? Ja. Zal ik er een doen of ga jij? Nee, jij. Ja, ik. Oh, dit is goed. Wat is het perfecte boek voor in de trein? Je hebt net in de trein gezeten hier naartoe. Ga je altijd met de trein eigenlijk? Nee, ook met de auto, maar... Vandaag met de trein? Ja, nu met de trein, ja. Ja. En heb je iets gelezen? Ik heb naar buiten gekeken en... Het viel me op hoeveel er overal weer gebouwd wordt en hoe alle weilanden verdwijnen, helaas. Maak je daar zorgen om? Ik maak me zorgen over het feit dat ik opeens op de televisie een enorm weiland zie bedekt met van die platen om de zon te vangen. Ik vind in een weiland daar hoort of een koe te lopen en niet dat het helemaal bedekt is met glazen platen en zo. Dat vind ik jammer dan. Ja, als we het hebben over esthetiek, dan denk ik echt, jongens, we hebben zoveel lelijke daken, alsjeblieft, plemp die vol. Ja. Dit zien we toch niet en hebben wel de functie, maar inderdaad, laat de natuur en de grond met rust, die moet ademen. Ja. Maar goed, terug naar de vraag, wat is een goed boek voor in de trein? Jij leest dus eigenlijk niet in de trein. Nee. Ja, maar ook een beetje moe in mijn ogen, nee. Ook in krant. Dus ik denk wat na en ik stelde me jou voor natuurlijk, omdat ik hier naartoe ging. Ja, ik denk dat het niet uitmaakt wat je leest in de trein. Ik ben überhaupt al blij als je leest. En ik denk dat ieder persoon zijn eigen smaak moet volgen. Ja. En als dat dan nou een thriller is of een heel doorwrocht non-fictieboek over alle ellende van de wereld. Ja, hoe ben je nu bezig? Ben je met een onderwerp? Kun je iets zeggen daarover? Ja, mijn volgende boek heet Pietà. En dat gaat over... Ja, een kunstwerk midden in de stad dat heel omstreden is en weg wordt gehaald. Oh ja. En ik ben een beetje ingehaald door de actualiteit. Want in Rotterdam, de stad waar ik woon, zijn afgelopen jaar beelden besmeurd. Van andere Pim Fortuyn, van Piet Hein. Oh ja. Maar vroeger waren dat beelden van trots, van aanzien. Ja. En mijn denkvraag is eigenlijk begonnen met... Wat betekent kunst eigenlijk nog voor mensen? We hebben het zo veilig weggestopt in musea, tussen kafjes... Ja. En het is bijna niet meer in het publieke debat. Maar ineens is dat soort kunst omstreden. En gaat het ineens over onze identiteit en onze nationalisme en onze trots. Ja. En dat vind ik heel spannend en interessant. Ja. Oh ja. 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 Dus daar gaat het over. Nee, maar jij bent ook bezig nu met een boek, moet je zeggen. Ik ben wel met een boek bezig. En Ik heb heel vaak over religie geschreven, over het geloof, over... Ook over het oud worden. En het, maar goed, dit gaat over een oude dame die zich herinnert. Zij heeft een vriendin gehad vroeger. Waar ze lang mee opgetrokken is. En die verhouding is niet goed gegaan. En die vriendin is uit haar leven verdwenen. En nu is ze oud en denkt ze daarover na hoe dat gegaan is. Een vrouwenvriendschap. Het gaat over twee vrouwen, ja. Ik vind dat heel spannend, Jan, want je schrijft niet zo vaak over vrouwen. Nou, ik heb al Vera geschreven. En ik heb nog een boek over Margarethe van Parma geschreven. Ja. Dus ik vind het wel leuk om over vrouwen te schrijven. In een oeuvre van meer dan 30 boeken komen ze de zuinigjes vanaf. Ja, maar ze komen er wel in voor. Ja, goddank. En in Kinderen met Violen komt de moeder voor... En dat is toch ook een levende vrouw. En,
Maar in ieder geval ga ik dat... Het kritiek op je boekenweekgeschenk was dat er geen vrouw in voorkwam. Of bijna niet, of meer als een soort leidend voorwerp. Ja, volgens mij komen er wel drie vrouwen in voor juist. En gaat het alleen maar over die vrouwen steeds. Maar ja, dus... Oh, dat is een hele interessante andere lezing heb je dan. Ja, nou ja. Maar goed, het is wel goed om elke dag weer aan je boek bezig te zijn. En ik prijs mij gelukkig dat ik... Maar je stapt er een beetje overheen nu, hè? Ja, wat was je vraag? Over vrouwen in je literatuur. Ja. Je zegt, die zitten erin, punt. Nee, maar volgens mij heb ik een groot gevoel voor vrouwen. En kan ik ze ook wel heel goed beschrijven en voel ik ze wel aan. Uit welk verlangen is dit nieuwe personage geboren uit je nieuwe roman? Wat wil je met haar geven aan de wereld? Want vrouwenvriendschap is toch wel, nou, als we mogen generaliseren, meestal wat inniger en intiemer en ook moeilijker dan mannenvriendschap. Ja, dan moet ik zeggen dat het zijn twee vrouwen die elkaar ook als jonge meisjes elkaar ontmoet hebben. En toen uit elkaar gingen. De ene ging naar een lager onderwijs. En de andere ging naar het gymnasium. En ging studeren. En de andere heeft een hele andere weg gevolgd. Mm. En ze zijn elkaar volkomen kwijtgeraakt. En op latere leeftijd, in de dertigste. En dan komen ze elkaar weer tegen. En wordt dat opnieuw weer aangeknoopt. Ja, okay, maar gaat het mis. Ja, ik ben nu de samenvatting aan het geven. Maar waarom wil jij over vrouwenvriendschap schrijven? Ja, omdat vrouwen mij altijd interesseren. Hoe twee vrouwen met elkaar omgaan. En hoe ze doen. En hoe ze. En wat interesseert je dan eraan? Ja, ik ga zitten poeren nu, hoor. Omdat ik het ook belangrijk vind hoe twee mannen met elkaar omgaan. Hoe mannenvriendschap verloopt. En ook kan misgaan. En wat er anders kan gebeuren. En dan kan ik ook over twee vrouwen kan ik dat ook schrijven. Dat is gewoon een uitdaging voor mij. Om dat dan op hun toe te passen. Mijn ervaring. En wat gaat het verschil zijn tussen een mannenvriendschap en een vrouwenvriendschap? Of is daar voor jou geen verschil in? Ik denk niet dat er daar zo'n groot verschil in is. En omdat die beide meisjes als kind al veel hebben meegemaakt, of in ieder geval iets essentieels hebben meegemaakt, werkt dat ook nog later, blijkt dat ook nog weer door te werken op als ze 20 jaar ouder zijn. Ik denk dat er heel veel verschil is. Het is ook ik weet ook niet of het lukken zal natuurlijk ook. Nee. Dus, nee. In het begin van ons gesprek had ik het over het ravijn. Mm. Je gaat beginnen en je vermoedt dat daar een bijzonder verhaal in zit voor de wereld of voor mensen. En dan moet ik nog verder af. Ja, dat is, ik moet je niet doorzagen over een boek dat nog niet verschenen is. Want dan besmet je het. Maar ik ben heel erg benieuwd. En we gaan nog wel een kritisch gesprek en afloop hierover hebben. Jan? Goed. Nou. Dat was een dreigement, sorry. Ja. ik geloof dat het fluitje gaat nou. Ja, we hebben nog genoeg om te bespreken. En ik heb van je genoten. Dank je wel voor dit gesprek. Jij ook heel erg bedankt. Ja.